Minister Brontë-Sommaharjo van Binnenlandse Zaken zegt dat er geen tekort is aan materiaal om bepaalde belangrijke documenten in orde te maken voor de samenleving. Sommaharjo sprak journalisten gisteren voor aanvang van de wekelijkse ministerraad en doelde voornamelijk op het tekort aan paspoorten. Er is geen tekort aan paspoortmateriaal, er zijn printers, we hebben nu maar één printer. We hadden niet kunnen voorzien dat er zo'n rush zou zijn naar paspoorten, maar het wordt langzaam weggewerkt en de nieuwe printers zijn al betaald en onderweg naar Suriname. Ja, zeker weten. Ja, 100%. Ja, 100%. Sommaharjo zegt dat zijn departement alles eraan doet om de situatie snel op te lossen. De bedoeling is om de dienstverlening naar de samenleving zo efficiënt als mogelijk te doen plaatsvinden. Elke vrijdag ga ik op het veld, elke donderdag en vrijdag ga ik op het veld. Vrijdag ga ik naar een andere BVB-kantoor waar ik de ambtenaren aanhoor, maar ook de bevolking ontvang. Gisteren was ik in Nikeri, was verschrikkelijk druk. Nikeri BVB waren er tientallen mensen die met allerhande problemen kwamen. De koopkracht is gedaald en de mensen willen hulp. Wij gaan misschien niet iedereen kunnen helpen, waar we wel alle moeite voor doen. Maar we gaan zeker iedereen aanhoren en waar we oplossingen kunnen vinden, dat doen we. Dat is het onderdeel van mijn vak. Niet alleen regeren vanuit een kantoor, maar ook regeren vanuit het veld. En dat is wat ik heel graag doe. Sommaharjo stelt dat hij graag transparantie wil in zijn beleid.